Hey, voordat we beginnen aan de aflevering, hier een belangrijke mededeling. Helaas is meer dan 50% van jullie niet geabonneerd. Ja, dus abonneer snel op de Videocorner podcast. Hiermee help je niet alleen ons, maar ook jezelf door niks te missen. Je kunt ons vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcast. Dankjewel en door naar de aflevering. What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leave it. But where? I have to return some videotapes. Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Videocorner. Vandaag wederom weer drie films die we gaan bespreken. Om te beginnen, Society of the Snow. Jullie hebben het vast meegekregen. Echt een kaskraker op Netflix. The Beekeeper, Jason Statham in The Beekeeper. Jullie hebben die waarschijnlijk ook wel gezien. Er wordt genoeg reclame over gemaakt. En tenslotte Priscilla, een film van Priscilla Presley. Over het leven van Priscilla Presley. Ja, als vrouw van Elvis Presley. Dus dat zijn de drie films die we deze week gaan bespreken. Jongens, hebben jullie iets gekeken? Hoe is het met jullie? Vertel. Ja, het gaat wel goed. Ja, normaal kijk ik niks. Naast de verplichte films. Nee, maar jij hebt natuurlijk gezegd in 2023 voornemens. Ik ga meer films kijken. Ja. Ja. En hoe gaat dat? Nou, gaat slecht, hij kijkt alleen maar series. Ik ga van 0 naar 1. Ja, oké, dat is goed. Ja, ik heb een Britse comedy gekeken. Uit 2010. Four Lions, ik weet niet of je die kent. Zeg maar niks. Ah, dat is echt zo. Ja, je zou hem kunnen kennen van een meme. Als ze met vier gasten in de auto zitten, dan dansen ze... Dancing in the moonlight. Oh, ja, dat is ook zo'n meme inderdaad van Me and the Boys. Maar dan the is het Omar die wil dan een aanslag plegen in Londen. En dan verzamelt dat zijn, ken ik echt. Verzamelen zeg maar jihadstrijders. Maar dat gaat zo fout. En er zit eentje daar achter, rechtsachter of linksachter. Die heeft daar geen zin in. Nee, ik ken die meme ken ik heel goed. Ja. Maar de serie kende ik niet. Dit is een film. Hij is ook te zien op Amazon Prime. Oh, en ik zat te kijken naar die hoofdrolspeler, Riz Ahmed. Ja, dacht ik, waar ken ik hem van? Hij was die assistent in The Nightcrawler. Ja. Hij was dat. Hij speelt ook op fingernails. Hij heeft best wel veel. Hij heeft ook The Sound of Metal. Mm. Hebben jullie die gekeken? Nee, maar kom bekend voor. Die is wel echt goed. Die is echt ingespeeld op geluid. Ja. Dat is een drummer die dan doof begint te raken. Okay. En geld tegelijkertijd ook met verslavingen en zo problemen heeft. En dan probeert hij geld bij elkaar te rapen voor een gehoorapparaat. En dan is het wel, is het niet. Maar die film is gewoon echt gemaakt gewoon voor de audio. En de audio is echt heel erg goed. Ja. Maar Britse comedy, echt leuk man. Het is echt leuk. Ik heb algemeen. Ik ben ook weer begonnen aan Britse comedy. Maar we hadden het gisteren nog wel. Ik ben die IT-crowd aan het kijken. Maar dat is een classic. En jullie dan? Jij nog? Nee man, ik heb niet echt dit keer alleen de benodigde films gekeken. Mm-hmm. Beetje, maar jij had toch geen voornemens, dus dat scheelt. Ja, dat is wel. Nee, ik had 2 weken vrij, maar waren best 2 drukke weken. Vooral thuis en dat soort dingen. Dus ik heb alleen de 4 films gekeken die we moesten kijken eigenlijk. Ah, moet niks. Jij dan nog doen? Ik heb best wel wat gekeken. Ik heb inmiddels nu al... hoeveel dagen zijn we in het nieuwe jaar? 14. Ik heb volgens mij nu al 16 films of zoiets. Jezus. Oh, wil je gewoon 1-op-1? Gewoon, ik wil Kiet spelen, maar Kiet ik wil spelen, niet per se daardoor. Er zitten ook heel veel short movies tussen. Oh, ja. Ik heb de short movies van dingen gekeken. Inmiddels hebben we het best wel vaker in de podcast over gehad. Over Anna. Sendjarovic. Ja, ik moet jou altijd even aankijken wanneer ik haar achternaam uitspreek. Ja, maar zij heeft 3 paar korte films. En die heb ik gekeken. Maar dat is 2020, dat is een uurtje. En dan heb je alweer 3 films erbij. Ja, okay. Dus vandaar. Ja. Nee, maar ik heb dat gekeken. Daar heb ik nog meer gekeken. Ik heb de films gekeken die we moesten kijken. En nog een paar series. De laatste tijd wel iets meer op series en zo. Ja? Ja. Ja, ik kijk de laatste tijd ook wel wat meer series. Kijk dat fijner of zo? Ja. Ja, vind ik wel. Ja, ik zet het nu bijvoorbeeld... Ja, met nieuwjaar naar dingen toe. Dus er is gewoon wat minder content of zoiets op YouTube. Mm. Dan zet ik gewoon zo'n... Big Bang Theory of The Office of zo. Het draait dan gewoon op achtergrond. Ja, maar dat is lekker als ze bijna 10 seizoenen hebben of zo. Ja, daarom. Het speelt af. En de meeste heb je al wel gezien. En je hebt het al sowieso al een keertje helemaal van begin tot eind gekeken. Dus het draait gewoon op achtergrond. Dus ja,
noem je het ook echt kijken naar? Nee, niet echt. Nee, okay. Ik hoor het. Ja, maar in de tussentijd is ook veel gebeurd. Want we hadden een reel over de Benny Safdie. En inmiddels, daarna kwam er dus het nieuws naar buiten dat Benny Safdie stopt met zijn collabo als de Safdie Brothers. Hij gaat nu solo verder. En hij heeft inmiddels al zijn eerste nieuwe project bekendgemaakt. Werkt aan een A24-film. Is een UFC-film over The Smashing Machine. Dus over Mark Kerr met in overal Dwayne Johnson. Oh, kijk. En toen ik dat had gelezen, moest ik denken aan een ander artikel van Dwayne Johnson. Die zei van, hij wil films maken. Hij zei, movies that matter. Dus hij wil niet meer per se in al die Hollywood blockbusters als Jumanji en San Andreas en noem maar op. Dus hij wil nu ook wat films maken. Ja. En dan ben je bij A24 aan het goede het juiste adres. Maar Dwayne Johnson is toch... The Rock. Ja, The Rock. Maar zijn verleden, zijn roots ligt toch in dat worstelen en dat soort dingen. Ja, maar dat is zijn UFC film. Ja, oké. Okay. Zijn roots ligt in China, toch? China? Ja? China? Nee, ik ken die meme niet. Dat hij zo Chinees gaat praten. Nee, dat ken ik niet. En de Golden Globes zijn geweest, man. Wat vonden we daarvan? Is dit lekker voor Barbie? Of, Nee. Lekker voor ze. Ja, lekker voor ze. Nee, ik vind echt, Barbie is echt een film van... Ja, die hebben toch wel echt een soort van boost gekregen van de community. Omdat het een soort van feel-good film is. En je mag er wezen enzovoort enzovoort. Maar betreft... films vind ik het niet echt best ever of zo. En dat is nu dus gewoon gebleken tijdens de Golden Globes. Ja. Want ze hebben één prijs gepakt en dat is voor box-office. Maar dat zeg ik meerdermaals. Dus het heeft gewoon te maken met het feit dat het alle leeftijden is en de Oppenheimer niet. Mm-hmm. Buiten dat heeft Oppenheimer in de meeste categorieën waar ze in zaten gedomineerd. Niet verrassend, toch? Eigenlijk? Nee, niet verrassend. Nee, het was echt een pareltje. Ja. En muziek heeft Barbie gepakt, maar muziek hebben ze meer te danken aan Billie Eilish. Zij doet het meestal wel goed. Ja, en daarnaast de holdovers. Hey, daar hebben we nog een aflevering over. Ja, daar hebben we nog een aflevering over. De best acteur en mannelijk. In de categorie, wat was het? Drama, comedy. Ja, precies. De Beef heeft gepakt. Die heb ik tegen jullie gezegd. Ga die checken. De Bear, uiteraard. Wat nog meer? Succession heeft veel gepakt. Succession, ja. Dus en meestal is Golden Globes toch al een soort van voorproefje van... van de Oscars, wat gaat komen. Maar dus, wat vond je van The Killers of the Flower Moon dan? Dat, ik had meer prijs... Lelijk Letts dan. Misschien wat iets meer verwacht. Nee, maar dit is gewoon maximaal haalbaar als je in de categorie van Nolan zit op dit moment. Ja. Want Oppenheimer was echt een pareltje. En vooral nadat ik de screenplay heb gelezen, ben ik echt gewoon meer van die film gaan houden. Ja. Het verhaal was gewoon echt heel veel dialogen en het is moeilijk volgen. Maar dan als je vervolgens ook die screenplay leest en... lees hoe het in elkaar is gezet. Mm. Dan is het echt een pareltje. Ja. En je mag blij zijn dat je in de categorie genomineerd bent op dit moment. Als Oppenheimer in jouw dingen zit. Want als je dan rond die tijd uit zou komen als film, zeg maar. Misschien is dat gewoon verkeerde timing. Misschien kun je beter een jaartje wachten. Ja, maar je moet ook niet gaan wachten. Nee, maar dat moet je ook niet doen. Weet je wel? Wacht totdat het bioscoop is en dan pas een film. Ja, maar je maakt een film ook niet voor de prijs. Mijn prijs is meer een kerst op de taart. Is mooi meegenomen. Maar een film... Het is wel een erkenning. Ze zetten elkaar, ze zetten zichzelf weg voor de kunst, voor de entertainment. En noem het maar op. En dan zo'n prijs doet ze allemaal vrij weinig. Behalve Leonardo DiCaprio bij The Revenant. dat ging niet goed. Ja, en 21 Savage, nieuw film. 21. Zou je denken? Die man kan ook alles, hè. Het is ongelooflijk. Nee, weet je wat ik denk? Weet je wat ik denk dat het is? Die trailer die heeft binnen één dag 1 miljoen views gepakt. Mm-hmm. Dat is best wel goed voor een album trailer. Maar dit is gewoon een album stunt. Denk je dat of weet je het? Wat voor verhaal heeft 21 Savage te vertellen? Wat kan hij ons vertellen wat wij nog niet weten over hem? Dat hij een moeilijke jeugd heeft gehad. Nee, dat hebben al die rappers gehad. Weet je wel? Maar waarom willen we dan specifiek een 21 Savage film zien? En by the way, die cast, als je zo kijkt, die gast van Stranger Things en Childish Gambino en zo. De beste prijzige cast. Ik denk niet dat hij dat zelf kan ophoesten voor de hele productie van die film. Nee, maar het is gewoon een trailer promo. Album promo. Mm. Ja, en ik denk dat er geen film aan zit te komen. Ik vind ook niet dat hij... Maar, weet je wat het nog mooiste is? Er is gewoon niemand die het ook bevestigt. Van, er komt echt een film aan. Iedereen die twijfelt er nog over. Mm. Maar ik weet 100% zeker dat het gewoon een albumstunt geweest. Want letterlijk, de trailer kwam uit en een dag later zeiden ze al van... Ja, huppeldepup, januari komt er een album uit. Ja.
Maar ik vind niet dat hij al een film verdient of zo. Nog niet. Nee. Hij heeft niet die status, zeg maar. Laat ik zo zeggen. Klopt. Hij heeft al, weet ik veel, al 5 jaar of zo geen album uitgebracht. Alleen maar featurings. Oh, nou, lekker dan. Ja. Ja, man. Oh ja, series gesproken. Oh ja, sorry. Zeg maar. Ja, ik weet het niet meer. Echt over series gesproken. Hebben jullie Sopranos gekeken ooit? Ja. Sopranos? Ooit. Ja? Ooit. Dat is toch met die maffiafamilie? Ja? Nooit helemaal afgekeken? Dan heb ik goed nieuws voor jou. Niet echt een aflevering gekeken, maar want veel vanaf, stukjes voorbij. Maar vanaf nu kun je op TikTok elke aflevering in 25 seconden zien. Dat is echt zo. Ze hebben nu 25 jaar op bestaan van Sopranos. Hebben ze op TikTok elke aflevering van elk seizoen 25 seconden verknipte versie. Hebben ze op TikTok staan. En dan kan je er gewoon zo doorheen scrollen. En dan kun je de hele serie kijken met elke aflevering binnen 25 seconden. Is toch heerlijk? Ja, ik weet niet. Nee, Sopranos moet je gewoon volledig kijken. Ja, ik heb veel kleine stukjes gezien op TikTok inderdaad. En lijkt wel goed. Het is echt een goede serie. Het is ook een beetje de grondlegger van heel veel andere misdaadseries. Hè? Cinemapper. Ik kwam dus een app tegen, Cinemapper. Is echt superleuk voor de kijkers, mocht je een keertje vervelen. Ga op Cinemapper. Het is een app waarbij je gewoon letterlijk alle locaties kan vinden van films. Zo ben ik er laatst achtergekomen. District 12 is hier bij ons om de hoek. Is in Essen. De oud verlaten fabriek in Essen is District 12 van The Hunger Games. Gek. Gaan we? Serieus? Maar je ziet alle... Je ziet gewoon een wereldmap en dan kun je op klikken. En dan zie je bijvoorbeeld een logootje van James Bond. Klik je erop en dan staat er bijvoorbeeld Istanbul, noem maar wat. Mm-hmm. De Grand Bazaar. En dan zie je die shot van die scène. Okay. En dan staat erbij van hier is Hufflepuff die en die film opgenomen. Vet. En dan ga je naar Amerika en dan zie je alleen maar icoontjes. Ja. Nee, maar dus dat. Nice. Gaan we beginnen? Ja, we gaan beginnen. Heren, we beginnen met een hele goede film, zoals Oru net vertelde. Een kaskraker op Netflix. Ja, man. Society of the Snow. La Sociedad de Huppeldepup. La Sociedad de... Ik... Die ja. Nee. Ja, hij draait nu op achtergrond. Ik had hem zo net... klikte erop. Ja. Dus ik dacht dat hij Society of the Snow heette, maar daar stond Sociedad nog wat. Le de Novida of zoiets. Ja, ik weet niet meer, joh. Ja, mijn Spaans is ook niet meer zo. We gaan even kijken. Le Sociedad... Lees, wat staat hier? La Sociedad de la Nieve. Ja, kijk, de snow. Ja, precies. Ja. Niet even van de snow. Haken in één woord. Top. Top. Ja, man. Waarom? Cru. Cru? Ja. Ja. Mijn woord is, ja, hoe zou ik zeggen? Keuzes. Ja, zo, man. Misschien... Hey, maar waar gaat de film over? De film, ja, Society of the Snow gaat over... Het speelt zich af in 1972. Het gaat over een rugbyteam die samen met enkele familie en vrienden een vlucht maken naar Chili. Ja. Tijdens de vlucht crashen ze omdat ze tegen een gletsjer, als ik het goed zeg, van een Andesgebergte aanknallen. Mm-hmm. En daar staan ze... Er zijn nog... We waren 29 overlevenden in het begin. Ja. Of 27, ja. Correct me if I'm wrong. Zoiets. Direct na de crash, hè? Ja. En dan moeten ze proberen te overleven. Dat is het eigenlijk. In 72. Moeilijke weersomstandigheden. Ja, moeilijke weersomstandigheden. Min 30 in de kou. En, niks te eten. Echt verschrikkelijk, man. Lijkt me ook ja, dat is echt. Nee, maar dit is ook echt een film. Ik zeg je wel gelijk. Dit is echt een film waarbij je echt wordt meegenomen en bij elke situatie denkt van wat zou ik doen? Ja. Letterlijk, gewoon ze klimmen. Ja. Hij zegt zo, ja, vanaf hier zien we de vliegtuig niet eens. Ja. En dan denk ik bij mezelf, wat had ik dan eigenlijk gedaan aan een vliegtuig? Zeg maar, ik dacht bij mezelf, misschien ga ik dat schrappen, weet je wel, zo met, schrapen met de vingers, of met iets anders. Zodat het aluminiumlaagje van het vliegtuig te zien is, zodat als de zon erop kaast, dat er reflecteert, bij wijze van. Misschien kan het niet, maar ik denk De koffers... overdag de koffers boven op vliegtuig neerzetten. Omdat die allemaal gekleurd zijn. Ja, daarmee maken ze ook zo'n kruis. Ja, meestal is de koffers zijn ook gewoon zwart, bruin, donkerblauw. Ja. Dat soort kleuren. En ik dacht ook meteen bij de koffers, waarom haal je die niet eruit en trek je gewoon 6 lagen t-shirtjes aan? Ja.
Dat deden ze ook niet. Ja. Nee. Maar voor de kijkers en luisteraars, dit is een waar gebeurd verhaal. Ja, ja, klopt. Als je nog niet mee hebt gekregen. Er is ook eerder, zijn talloze documentaires over gemaakt. En er is ook een film, Alive, 93 is die gemaakt. En dat is mooi. Als je hierover vertelt aan de oudere mensen, dan zeggen ze van, ja, die heb ik gezien. Die heb ik gezien, ja. En dan zeggen ze, ja, het is toch een jaren 90 film. Ja. Hebben jullie die gezien trouwens? Alive? Nee. Alive, nee. Ik heb die gezien, maar ik kan me niet echt herinneren of zo. Ja, jij was nog ik heb het wel vaak over gehoord, maar niet gezien. Ik heb stukjes teruggekeken om het zeg maar te kunnen vergelijken, laat ik zo zeggen. Ja. Mm-hmm. Ik vond Alive wel een soort van te Hollywood-achtig. Snap? Ja, ik weet niet of jullie me snappen. Iets te Hollywood-achtig. Te greenscreen. Ja. Ja, zo kun je het zeggen. Ja, maar dat is nu, vandaag de dag. Toen was het wat anders. Ja. Toen waren de meeste films zo. Ja. Ja, dit is ook echt bijzonder hoe ze dit hebben gemaakt. Het is best wel complex. Ja. Misschien gooi ik een linkje in de caption om te zien. De making of. Maar dit is niet de echte locatie waar het is gefilmd. Het is gefilmd ergens. En vervolgens achtergrond is met droombeelden, camerabeelden. Nog een beetje software die daglicht bepaalt enzovoort enzovoort. Ja. En dan al CGI, de volledige omgeving. Maar het is heel erg complex. Misschien dat ik een YouTube-linkje van het Netflix-kanaal tegenwoordig kan leggen. Ja, maar ik bedoel hoe realistisch het is geworden. Hè, ten opzichte van die 93-versie met de greenscreen. Ja, ja. Tuurlijk, ik heb niet gekeken, maar ik heb wel wat voorbij zien. Ja, ja, precies. Ik vind gewoon, de vet van de film vind ik gewoon hoe die jou ook meeneemt in iedere scène. Dat je, wat jij al zegt, dat je ook echt gaat denken van hoe kom ik hieronder uit. Ja. Maar ook dat je gewoon die pijn met ze meevoelt op een gegeven moment, weet je. Dat ze die keuzes moeten maken om te overleven. Dat ze dus de overleden vrienden en familieleden op een gegeven moment gaan opeten. Mm. En dan ook echt daadwerkelijk zo ver gaan dat je aan het einde van de film zie je gewoon die botten liggen ook. Echt gewoon die hele, compleet die ribkassen en zo. Ik had ook die ene foto dat hij die koffertje over die, wat is het, borstkas of zoiets, die ribben. Ja. En dat een foto werd genomen. Ik heb die originele foto ook nog even opgezocht. Ja, het kan zomaar dat daar iets onder ligt. En zoals ik zeg, dat neemt je wel echt mee, man. Ja, man. Maar dat cannibalisme is ook best wel een beetje beladen dan. Maar aan de ene kant denk je ook ik van... Ik heb echt heel veel over nagedacht. Maar aan de ene kant denk je van, ik kan het begrijpen. Ja. Maar aan de andere kant, ik zit niet in de situatie, dus dan ook weer niet of ik zo. Ik heb zoiets van, ik zou het niet eten uit principe. Ja. En ik ga dan nog liever dood. Maar ik ben nu wordt het echt een heel filosofisch ding. Ja, maar ik ben ook sowieso niet soort van niet bang om dood te gaan of zo. Ja. Dan ga ik nog liever dood dan dat ik vrienden. Want het is ook fucked up. Het zijn je vrienden en dingen. Wie ga je eten? Voor hetzelfde geld ben je met je vader of zo. Begin je in één keer aan je vader te kauwen. Ja. Ga je doen. En het werd ook allemaal rook gegeten, hè? Ja. En by the way, het is heel erg wittig, man. Lijkt net kippenvlees. Bij proefkonijnen was het gewoon echt een groot stukje vlees. Ja, daar wil je over beginnen. Ja. Maar daar hadden ze een stukje van de billen en van de dijbeen gegeten van elkaar, toch? Die Dennis en die Valeria. Ja, klopt. Ja. Maar dat was het echt een beetje rodig. Ik vond dit vrij wittig. Maar was het meer omdat het koud is of zo? Ik denk het wel, ja. Nee, maar natuurlijk niet. Hou je wel eens vlees uit de diepvries? Is toch ook niet wittig? Ja, klopt. Ja, want ze bewaarden wel de lichamen onder sneeuw, toch? De sneeuw een beetje. Ja, want als het te warm wordt, gaat het rotten natuurlijk. Ja, precies. Ja. Dus het moet wel koud bewaard worden. Nou, met de omgeving hebben ze dan wel... En die dingen vond ik... Maar wat ik nog steeds niet... Sorry, ik onderbreek je in één keer. Wat ik niet snap is... Wat ze aan het einde deden... Waarom hebben ze dat niet gewoon vanaf het begin gedaan? Wat? Dat hij op een gegeven moment zegt van... Weet je wat, we lopen er naartoe. Ja. Want aan het einde... Dus nee, zijn ze omdat gewoon... ze heel lang de moed hadden dat ze gevonden zouden worden. En toen kwam die sneeuwstorm. Ja. En daarna, tijdens die sneeuwstorm kan je niet weg. Nou, en daarna begin je in te zakken. En dan hou je nog de hoop erin dat iemand jou nog tegenkomt en noem het maar op. Maar het is niet zomaar iets. Hè. En je hebt honger, maar je drinkt niet meer helder. Klopt. Het is niet zomaar iets, want het was een 10-daagse wandeling daarnaartoe. En daar gingen ze zich ook op voorbereiden. Met op een gegeven moment die stof hadden ze gevonden, toch? Dat beter beschermd, waterdicht, dat soort dingen. Voedsel had je ook nodig. Ze hadden de leren stof. Maar over cannibalisme gesproken. Ik vond het echt een rare scène. Hij zegt zo, als ik doodga, mogen jullie mij eten. Als ik doodga, mogen jullie mij eten. Ja. En daarna gaan ze naar buiten, beginnen ze die gasten op te hakken. Dan denk ik bij mezelf, werkt dat zo? Dat ik tegen jou zeg van, Mirza, jij mag mij betasten. Ja. Dat ik jou begin aan te raken hier, weet je wel. En, ik zeg, en dan zeg ik tegen de politie, ja, maar ik heb tegen hem gezegd, hij mag mij aanraken. Ja, dat is ook zo. Ja, maar weet je, dat cannibalisme, daar heb ik ook over nagedacht. Maar je zit toch op een punt van... Tijdens de film of daarvoor nog?
De voorman, hè. Ik zit elke avond zo. Ik vind dat jij van die lekkere vleugeltjes hebt. Nee, maar het is toch wel... je moet toch alles aan doen om in leven te blijven, toch? Ja, ja, maar dat is maar wat ik op een gegeven moment... Ik zou in principe zou ik niet eten. In principe niet. Nee, natuurlijk. Uit principe. Uit principe. Ja, 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 ja. Dat zal ik nou ook niet doen, nee. Maar als jij daar op het punt staat om te gaan sterven... en je weet dat je mensen gaat achterlaten... en je bent desperate om te gaan leven... So be it. Weet je, zo'n situatie verandert veel, hoor. Ik zou zeggen, fuck, ja, maar uit principe, ik eet het niet. Ik ga nog liever dood. Ja, klopt. Dat zeg je nu. Kijk meer in zijn ogen. Je moet hem straks opeten. Dat snap ik. Wauw. Andere vraag. Nee, maar luister. Nee, wacht, een andere vraag. Waar zou je beginnen als je me moest opeten? Waar zou je mij opeten? Waar zou je beginnen? Ik heb wel zin in meer dan billetjes. ik pak de ossa's. Nee, maar dan ga je echt een chop als een lam, weet je wel. Hier heb je de rack en dan hier sperripjes. Dat is echt een tragische gebeurtenis. Ja, nee joh. En by the way, die Uruguayanen lijken allemaal op Adam Driver, vind je niet? Ja, ja. Toch? Ja. Ik zag 2 of 3 gasten waarvan ik nog letterlijk twijfelde van... is dit Adam Driver? Ik ga het even googlen. Nee, maar waarom ik deze film ook goed gemaakt vond... is hij is ook zeg maar chronologisch gefilmd. En dat is toch best wel uniek. Ik heb dat nooit echt een paar keer wel eerder gehoord. Maar zodat ook... de acteurs ook uitverhongerden. Hun vingernagels zouden dan een beetje groeien. En dat is best wel... Zwarte pis. Zwarte pis. Nee, maar ik vind dat wel iets... soort van erbij van... Oké, dat maakt de film toch wel wat meer leuker, ze hebben het goed gedaan aan de tijdsgeest, man. Ja. Met bijvoorbeeld, dat heeft geen enkel rol gespeeld. Maar je ziet wel op een gegeven moment zo'n staking. Van scholieren of studenten. Ja. Dat een beetje gewoon die jou in die tijdsgeest brengen. Ja, ook. Maar gewoon die hele setting, man. Ook, ze komen aan op het vliegveld, die auto's. Ja, het begint lekker snel. Ik hoef niet iedereen te kennen. Juist. Stel je voor, je gaat 45 van die karakters af. Inderdaad. Ja, precies. Ja. Overdag staat hij op de markt. S'avonds is hij aan het voetballen. Na 12 uur is die bed, man. Drinkt vaak een borreltje met vrienden. Nee, maar het begint wel gelijk goed, man. Ja. Van de 16 mensen die echt gered zijn, leveren er nog 14, hè? Nog 14? Nog 14 zijn er levend. En ik heb ook een paar interviews voorbij zien komen. Ja. En een van de mannen, dan gaan we weer terug naar het cannibalisme. Mm. Hij zegt ook, als ik dood was gegaan, hij zegt, zal ik trots zijn dat ze mij kunnen eten. Want daar is zou meer, ik dan trots zijn? Zal die trots op zichzelf zijn. Want dan hadden ze meer voedsel om te overleven. Oh ja. Dat zegt hij. Ja. Maar moet je nagaan, hè? Dat je nou in één keer eigenlijk... 60, 70 ben, dat gewoon 30 jaar geleden dat jij dat hebt meegemaakt. Ja. Dat is ook een trauma voor het leven. Ja. Zul je vliegtuig meer in durven? Nee. By the way, het script heeft 10 jaar geduurd, man. Dat had ik gelezen, ja. Ik had gelezen dat de regisseur, die had het ideetje. Het moest eigenlijk vertellen tijdens de technische dingen. Ik gooi er nu in één keer tussendoor. Nee, maar het is 10 jaar blijven liggen. Omdat hij destijds wilde hij deze film maken. Maar daar was er gewoon simpelweg de budget niet voor. Omdat er geen Netflix en andere partijen waren. Oh ja, ja, ja. En hiervoor is gewoon geld nodig. En hij zegt, het meeste geld wat ik kon krijgen van het Spaanse netwerk was gewoon 10 miljoen. Ja. En hiermee, voor 10 miljoen kan je dit niet maken. Dus hij heeft gewoon geluk gehad met de Netflix-era. En dat Netflix uiteindelijk zei van, ja, hier heb je geld. Want het zou wel de 50 of 60 miljoen, ik weet niet exact hoeveel, maar het zou wel iets van 50 of 60 miljoen doorheen gejaagd zijn. Ja, denk ik ook wel. Als je zo'n vliegtuig moet kopen en kapot maken, dan kost het wat. Ja, dat is ook zo. Dus ja, technisch feitje. Leuk. Ja. By the way, Numa ging ook best wel snel dood. Ja, dat is... Die vond ik heavy. Ja? Ja, want Numa ging dood. En dan volgende shot zie je Numa zo gechopt worden. Toch? Ja. Dat ben je echt fucking snel. Numa, wie was Numa? Ja. Numa was die gast die het verhaal vertelt. Ja, maar hij zei laatst ook, hij had zo'n brief. Ja. Wat stond er op de brief? Brief achter. De ene geeft zijn leven voor vrienden. Ja. Of zoiets stond er. En dan de volgende shot zie je Numa zo tjak in stukken gehaakt worden. Tot zijn dood. Ik had ook gewoon het idee dat het om Numa ging. Of zo binnen van de gaat ook. Ja, het precies. Tot zijn dood dacht ik, en nu dan? Weet je wel? Ja. Ja. Hij vertelt wel een soort van door nog, toch? Ja, dat wel. Ja, maar je moet wel sowieso, als je een verhaal vertelt, dan moet het meestal op één persoon gaan. Klopt. Ja. Terwijl bij, volgens mij was het bij die Alive, ging het meer om Nando.
Dat is een andere, maar jij kent al die namen niet. Ik heb hem niet gekeken. Dus ja, maar ik ken ook al die namen niet, maar stond dat het meer over Nando ging. Ja. Dus dat is ook weer van een ander perspectief. Maar in een film, in het begin van de film, dat ze in die vliegtuig zitten. Mm. Dat die vliegtuig begint te schudden en dat ze turbulentie krijgen. Dat die turbulentie, dat legt hij ook op een gegeven moment legt hij uit. En dat is ook de reden dat het vliegtuig is neergestort. Dat hij uitlegt waarom het vliegtuig trilt. Ja. En dat is nee, hij zegt in de koude gebergte. Oh, dat met de warme motor, ja. De warme lucht van de motor. Ja, die stroming. Die botst met de koude lucht van de dingen, waardoor je dus een vacuüm krijgt. En dat is ook de reden dat er dingen ontstaan, tornado's ontstaan. Ik vond ze echt belachelijk dicht bij de gletsjers vliegen, man. Ja, maar hebben we het dus naar beneden getrokken. Maar die gletsjers zijn ook hoog, hè? Dat is, ja, 3000 nog wat meter. Maar dan nee, joh, wat 3000, 7 kilometer. Oh. Maar ja, dan vliegt dan gewoon gelijk even een dorpje verder of zoiets, man. Ja, maar hij zegt ook, je vliegt om die bergen heen. Ja. Op een gegeven moment word je naar beneden getrokken, ook nog. Ja, en die vliegtuigen dus, toen waren misschien niet zo goed. Nee, als jij nu in de vliegtuig 72, stapt... Dus ja, en als jij nu in de vliegtuig stapt... Kijk, nou zijn we gewoon... Wat is het? 50 jaar verder. Ja. Als jij nu in de vliegtuig stapt... Dan vlieg je pas 6 kilometer hoog. 6 à 7 kilometer hoog. Ja, ja als je hoger gaat dan... En toen die tijd al voor zo'n vliegtuig... Kijk, nou van die krachtige motoren erop zitten. Ja. Dat veel is. Ja. Dus, Nee, ik denk niet dat we verder moeten uitleggen waarom dit eigenlijk een goede film is. Nee, maar eigenlijk. Gaan we een einde aanbreiden of hebben jullie nog wat input meer? Ja, laten we een einde aanbreiden. Ja, ik moest denken aan Lord of Flies. Toevallig. Ja. Dat is die verhaal waar die kinderen gestrand zijn. Zo, en, nee. Daar zijn ze juist met conflict aan elkaar. En dan de mensheid is daar goed weergetoond. En... Het zou echt ook zijn, maar hier zie je dat dat niet het geval is. Ja. En daarvoor heeft die fucker een Nobelprijs gekregen. Ja. Fucker. Slaat echt naar de conclusie rating. Ja. Maar 4,5 sterren, man. Ik vond echt, 4,5 sterren, ja. Ja. Het is ook gewoon een verhaal dat verteld mag worden en moet worden. Het is bijzonder. En het sleept je echt mee. Nee. Aron? Ik geef het, 4 sterren. 4 sterren? Ja, man. 4 sterren. Nee, ik vind ook, ondanks het kannibalisme dingen... Dat best wel respectvol respectvol over de slachtoffers is. Ja, meegenomen in de film, laat ik het zo zeggen. Yeah. Heel vaak die namen, wanneer ze overleden zijn, dat soort dingen. Klopt. Anjos of zoiets. Eh? Anjos of zoiets. Ja, jaar. Ja. Het is niet dat Anjos heel het overleden is. Nee, dat staat Anjos. 20 Anjos of zoiets. En wat ik ook vet vond van die overlevenden, was ze kwamen ook heel veel tijd terug. De echte, in de film. Ja, met foto's. Nee, niet met foto's. Ze hadden ook een rol in de film. Oh? Ja. Dus op het einde zag je dat die... Oh, de overlevende. Ja, ja. De overledenen. Nee, de echte overlevenden. Die hadden ook allemaal verschillende rollen in de film. Ja, dat is... En dat is wel mooi meegenomen, vind ik. Dat is mooi. Kunnen ze ook niet klagen over dat ze geen geld hebben gekregen voor de film. Nee. Toch? Nee, ik ga zelf ook voor een 4. 4,5. Wat maken we ervan? 4. Zullen we 4 maken? Yes. Society of the Snow krijgt van ons 4 sterren. Tweede film vandaag, jongens. The Beekeeper met Jason Statham. Ja. Waarom jij deze film wilt bespreken? Dat is... Een raadsel. Nee, we weten inmiddels dat van Jason Statham. Tuurlijk. Een raadsel, nee. Omdat jij mij die film hebt aangegeven. Helemaal niet. Je zei, Jason Statham is my man. Je zei, als ik gay was, was ik met hem getrouwd. Nee. Nee, grapje, dat is David Beckham. Ja. Of Brad Pitt. Maar... Goeie docu, overigens. Ja. Zal ik eerst even kort vertellen? Nee, één woord. Oh ja, eerst één woord deden we, hè? Ja. Wat vinden jullie van de film in één woord? Leg maar uit. Cringe. Cringe? Ja. Mirza? Zoet. Zoet. Vond die honing vond ik echt te waterig of zoiets. Ja, misschien moet hij nog staan, man. Ja. Misschien zo, ja. Had jij nog een woordje? Kaal. Hij is wel kaal. Typisch. Typisch. Ja, typisch. Okay. Nee, ik snap hem. Typisch. Ja. Doe maar. Ik ga me eerst even kort uitleggen waar de film over gaat. De film gaat... Jason Statham die is een imker. Mm-hmm. En dat gebeurt hem... Hij woont dan bij iemand in. En op een gegeven moment gebeuren een paar... misdaden, waardoor hij dus zijn eigen rol, zijn oude baan weer oppakt. En dat was dus een beekeeper. Was een secret... Nee, ik vind dat je een paar feitjes, wat echt belangrijk is voor de film, echt toch laat vallen. Niet per se misdaden. Een phishing praktijk. En hij gaat dan uiteindelijk achter die phishing gasten aan. Klopt. Ja.
Ja, ik wou dat eigenlijk... moest even benoemd worden, ja. Want dat is een belangrijk onderdeel van de film. Ja, zijn buurvrouw, zijn huisbaas... We hebben het eigenlijk allemaal verteld nu, toch? Zijn huisbaas, die wordt opgelicht met een phishingpraktijk. Waardoor ze dus zelfmoord pleegt. Is het handig om even uit te leggen wat phishing is? Misschien denken mensen echt gewoon letterlijk vissen in het Engels. Als je me nou een keer laat uitpraten, kan ik even uitleggen wat die film... Zeg opgelicht. Ja, phishingpraktijk opgelicht via het internet. Ze is gevist. En hij pakt weer zijn oude beroep op. En hij gaat helemaal terug naar de kern en moordt iedereen uit. Zoals een beetje standaard iedere Jason Statham film. Veel actie. Weinig reactie. Dat is de reactie. Echt weinig reactie. Ik vond, mag ik gelijk beginnen? Ik vond de film... Ja. Weet je wat het is? Het was wel entertaining, maar het was niet uniek. Nee, het is ook niet uniek. Daarom zeg ik ook typisch. Je weet gewoon gelijk waar de inspiratiebron vandaan is. Je hebt een zoon, die fokt het op. Die gaat naar zijn vader. Die vader zegt van, oh ja, ik regel het wel. Daarna zegt hij... In ieder geval een vaderfiguur. Ja. En daarna zegt hij van, ja... Weet je wel niet wie dat is? Ja. Dat is Baba Yaga. Ja, en dan, in plaats van Baba Yaga van John Wick, zegt hij... Ja. Nee, dit is de beekeeper. Ja, ja, buzz, motherfucker. You're fucked. Het is zo... je kunt niet specifiek zeggen van... het verhaal is gejat van John Wick. Ja, want Jason Statham heeft heel veel van dit soort films. Nee, maar het is gewoon wel een soort van... Echt een... Ja... Dit is de man die je belt om de kwaad te bestrijden. Dus het wel een beetje het klopt, de scène van copy-paste zit erin. Ja, maar hij heeft heel veel van dit soort films. Want voordat John Wick die film al uitkwam, had Jason Statham al van dit soort films. Ja. Daarom zeg ik ook typisch Jason Statham. Dan heeft John Wick het beter gedaan, aangezien John Wick is bijgebleven. En de rest niet. Ja. Ik vond dat het te veel op dat bijen-thema werd getimmerd, man. Ja, toch? Waarom? Ik snap niet waarom. Ja. Maar je zag ook, zelfs in de PC's van de slechterikken... Ja. Zag je gewoon die Hexon-figuren. Weet je wat een Hexon-figuur is? Nee, dat is de figuurtje van die bijenkorf. Wat meestal zo. Oké. Okay. Ja, ja. Zelfs daarin zag je die... Ja, okay, ja, ja. Wat? Hectagon of een Hexagon? Ja. Hectagon is toch die ring van de UFC ook. Dat is dat vormpje in het Engels. Maar zelfs dat bij de schurken, die logo, op een gegeven moment dat vormpje erin zat. Echt, overal zag je die vorm terug. Overal zag je weer bijen. Hornets. En smoke them out. Ja, en sting. Die quotes heel tijd tussendoor. Maar en op een gegeven moment hoorde ik ook Englishman in New York. Oh ja, ja, ja. Sting. Nee, maar het was... Ik weet niet. Het was ook een Englishman in New York. Voor mij heeft het niet echt toegevoegde waarde. Hij kon ook... Het kon ook over chickens gaan of zo. Ze hebben gewoon een topic gevonden en daar zijn echt heel lang op doorgaan. En ik vond het fucking cringe. Het lijkt net alsof boomers gewoon achter een computer zaten en dachten van... Ja, hoe gaan we nou moderne DNA'tje in ons film verwerken? Laten we over internet zoeken. Phishing. Ik krijg vaak mailtjes over phishing. Laten we even kijken. Oh ja, phishing. Laten we dat maar doen. Yeah. Het was echt zo fucking... Heel die scène ook dat ze dan zo naïef belt en die man zo let op en... Ja, we hebben haar te pakken. We hebben al de bank geplunderd. Tegelijkertijd misschien ook wel weer goed, besef ik me nu. Dat je gewoon de ouderen wat wakker maakt. Want naast ons zat een oudere koppel. Die hebben heel wat geleerd over phishing inmiddels. Zeker. Wat is er gebeurd? Waarom ben je... wat is haar kan? Je hebt toch filmopties met live commentaar? Ik heb die optie per ongeluk aangezet volgens mij. Maar ik weet godsnaam niet hoe. En na een half uur kwam ik erachter hoe je hem uit kon zetten. En... ik ben blij dat ze wegliepen. Nee, je hebt niet uitgezet. Nee, ze zijn zelf weggelopen. Ja, gelukkig maar. Ik stond echt op het punt om wat te van zeggen, maar... Weet je wat wel als is? Als je mij zo ver zo gaat krijgen, dat ik echt tijdens de film ga zeggen van... Oh, mevrouw, alsjeblieft, hou gewoon even je mond. Ja, ze moeten ook gewoon een beetje kunnen genieten van de film. Dat heb ik ook. Ja, maar op een gegeven moment was het echt... Het was echt van... Je hebt helemaal niks gehoord. Nee, ik niet. Nee, jij hoorde niks. Maar op een gegeven moment was er een scène van... Ja, maar... who's the guy? He's the beekeeper. Ja. En dan op een gegeven moment hoor je zo... Haha, ja, nou ben je de lul. En dan ook niet fluisterend, hè? Maar ik had dat ik in het begin, de hele tijd hoorde ik zo... Oh! Wat het momentje dat die vrouw had gescampt. Oh! Ja! Oh! Dus ik zeg tegen Hakan, ik zeg zo... Praat! Is dat die vrouw naast jou? Ik dacht misschien ergens achter in de zaal of zo heel zacht, maar...
Ik wist niet waar het vandaan kwam. Ik zei zo, is dat de vrouw naast je? En ze zo, ja. Dus op een gegeven moment begon ze echt telefoon erbij te pakken. Ja, ze had de telefoon erbij. WhatsAppen. Ze was en, aan het appen inderdaad. Op een gegeven moment ging ze in gesprek goed, met een man. Goed gesprek, ja. Gewoon echt een volle gesprek. Je hoort die man. Hij klinkt een beetje als Maarten van Rossum. Maar ook zo'n... Maar ze waren eerst met z'n drieën. Ja. En op een gegeven moment stond er eentje op. Hij zei, ik denk niet dat die ze waren met z'n drieën. Jawel. Echt? Jawel, ze waren met z'n drieën. Ze kwamen aanzetten, ze waren met z'n drieën. Waren ze, eerst kwam die eerste man die als eerst wegging. Ja. Hij kwam. En toen kwam dus die andere man. Dus die ging midden in hun zitten. En op een gegeven moment, die eerste man die zegt... Oh, er is wat gebeurd, ik moet gaan. En dan een tijdje zaten ze echt diep in gesprek. En ik keek naar links en ze keek mij aan. En op een gegeven moment draaien ze... Heb jij nog plezier, zegt ze tegen die man. Zo, nee, niet echt. Jij dan? Ja, ik blijf omdat jij nog blijft zitten. Laten we gaan. Maar was ik blij dat die wegging. Je hebt een hele avond verpest, man. Omdat je haar zo scheef hebt aangegeven. Ja. Hey, maar dit is eigenlijk ook gewoon hoe de film is. Weet je wel, je wilt er niet eens over praten. Ja, we gaan over de bezoekers praten. Gemengde reacties. Nee, ja. Ik zag ook iemand twee rijen voor me die deed Bubble Trouble. Zo, dat spel. Het was niet echt... Nee, maar het was wel een beetje entertainment. Aan het einde dacht ik wel van, oké, hij heeft film een... vond ik wel leuk. Het was weer een soort van... aan het einde bleek dat die presidentskandidaat scamdingen was. En maar wat me heel inside vaak... job en ja, maar het is er zoveelst of zo. Ja, dat is het. Dat is het beetje. Wat me opvalt aan de film van Jason Statham, als die echt een solo rol heeft, is het Hij tegen de wereld. Ik vond het ook een beetje als Hitman. Aan het einde, vanished die, is die weg. Ja, zomaar weg. En dan denk ik ook bij mezelf, dus, die duikpak. Ja, die laatste scène, wat was dat? Dan staat hij in de zee zo te kijken naar die gasten en die soldaten die lopen daar gewoon. En dan duikt hij die weg. Nee, daarvoor. Gewoon in die kamer. Ik denk dat hij schoot en dan was hij weer weg. Zo heel... Als een wesp. Ja, nee, maar... Hij vloog er was meer, zijn missie was niet eerst de president uitzaak. Zijn missie was gewoon puur die gast. Die iedereen ging ervan uit van hij is een beekeeper. Ja. Dus hij gaat en beekeepers... Ja, ze zeggen ook, in de film hebben ze ook een paar keer gezegd... De koningin. Je hebt een killer bij. Ja. Die werkt zijn food chain omhoog totdat hij die koningin dood heeft. Mm. Omdat die koningin dus verkeerde productie aan wespen levert. Dus ja, ze dachten dat ze achter de president aangeven. Zij dachten... Maar dat is ook toevallig de zoon van de president. Ja. Alleen het probleem is, hij heeft al vaker gezegd... Ik ben geen beekeeper meer. Ik zit daar niet meer bij. Ik speel niet meer volgens de regels. Dus op het punt dat die jongen zijn moeder dood wil schieten... Mm. En dan beginnen we te spoilen... Ja, fuck it, spoil maar. Ga maar niet. Ja. Op het punt dat hij dus zijn moeder wou doodschieten... schoot hij die jongen dood, president gered, uit het raam en vluchten. En ik ben er ook achter gekomen waarom Jason Statham zoveel duikscènes in zijn films heeft. Is je wel eens opgevallen dat hij Mac 2. Fucking veel duikscènes in zijn film heeft? Ja, waarschijnlijk omdat het zijn hobby duiken is of zo. Iedere scène ontsnapt hij met... in iedere film ontsnapt hij met duiken bijna. Ik had hier wel van super tof hoe je eruit ziet in die pak, maar waar zwem je naartoe? Dat zei je ook tegen mij. Waar zwem je nou in godsnaam naartoe? Waar gaat hij naartoe zwemmen? Ja, kijk, horizon is gewoon helemaal niks. Gewoon eindeloos water. En dan gaat hij gewoon duiken en zwemmen. Je zag nog een stukje eiland op die horizon. Kan zijn dat hij daar achter een klein bootje heeft. Ja, succes. Want hij had wel zo'n motor op de boskast zitten. Maar, Is er een motor? Ik dacht dat het zo'n duiken zuurstofdingetje is. Nee, hij had zo'n motor. Want dan heeft hij een zuurstoftank, toch? Ja, dat weet ik niet. Hij heeft gewoon goede longen. Ja. Nee, dat was een motortje. Hij veert niet, hij rookt niet. Maar Jason Statham, die heeft blijkbaar aan nationaal kampioenschap duiken meegedaan in 1990. In Engeland. Oh, dat is wel heel lang geleden. Ja, dat is heel lang geleden. Kun je nog herinneren? Of? Hij was topprestatie. Maar goed, jongens. Nog een medaille thuis boven bed. Komt er nog een sequel? Dat is de vraag. Nee. Ja. Jawel. Ja? Ja, 100%. Ja, je hebt echt... De positief, altijd positief. Als hij ergens de pest in heeft, dan geeft hij altijd van die antwoord. Ja, tuurlijk, sequel. Ja, goed, joh. Ik vond wel één geweldige character was er in de film. No? Ja, dan moet je weten welke dat was. Oh, die met die Deense guy. Was hij Deen, Australisch of Iers? Wat was die? Oh, je kalt Morten John. Zo praat hij een beetje. De Engelstalige. Volgens mij is van Scandinavisch. Ja, maar een hele SWAT team maakt gewoon geen kans tegen hem. En hij... Ja. Die kan hem nog twee keer steken en dat soort dingen in zijn eentje. Ja. Maar ja, 6,7 miljoen in previews in box office. En vrijdag. En het is niet zo heel veel, maar dat maakt niet uit. Het is een MGM-productie. En MGM is van Amazon Prime. Oh. Dus het is gemaakt voor de streaming services. Hey. 6,7, dat is ook het cijfer wat hij heeft gehaald op IMDb. Oh, dan heb ik verkeerd opgezocht. Nee, grapje. Overigens, ik had dus ook, nu omdat David Ayer aan die filmen werkt,
Er zijn er natuurlijk ook allemaal van die artikelen over hem. Hij heeft schijnbaar, de regisseur van deze film, de Fast and Furious franchise gevormd. Het moest dus schijnbaar gaan over een paar van die Italiaanse guys die gewoon op straat gingen racen. En het is door hem soort van uitgegroeid naar een familie met straatracen en dit en dat. Nou, de Latino's. Dus hij La Familia. Ja, dus hij heeft een beetje... Is dit ook de persoon die het een beetje verpest heeft? Of? Nee. Okay. Hij is sowieso niet heel erg betrokken geweest bij die dingen. Okay. Alleen het ideetje kwam een beetje uit zijn koker dat het niet per se een straatrace moest zijn over Italiaanse guys. Maar meer een soort van familie, broederschap, noem het maar op. Ja, dat een beetje openbaar is voor iedereen. Ja, dat is uiteindelijk ook gekomen. En hij heeft dus eigenlijk de Fast and Furious franchise soort van gevormd met zijn input. Mm-hmm. Maar ik weet niet of... Hij is daarna volgens mij niet betrokken geweest. Dus je kan niet tegen hem zeggen dat hij het verpest heeft. Ja, okay. Ja, IMDb heeft hier 6,7. Ik ga gelijk over naar de ratings trouwens. Ja. En Tomatometer 67%. En audience score 92%. Ja, dat snap ik wel, die 92. Want het was best wel entertaining. Alleen sommige dingen was... Mocht iets anders, hoef niet de hele tijd in mijn gezicht te drukken beetje, dat het over wespen en bijen gaat. En ja, inderdaad. Dat het in een modern day of age speelt met al die phishing praktijken. Wiring money en dit en dat. Al die dingen. Precies. En op Letterboxd een 3. En daar sluit ik me totaal bij aan. Ik geef deze film een 3, man. Het ik was ook. Niet uniek, het was niet vernieuwend, het was niet dingen, maar het was wel gewoon leuk, entertaining. En het was onze eerste bioscoopbezoek volgens mij van dit jaar. Het was gezellig. Ja. En dat was rete druk. Yes. Is dat? Nou, ik zou eigenlijk voor 2,5 gaan. 2,5? Ja. Oh, jij vond het minder. Ja, minder. Ja, ik geef 2,5. Ja. Jij wilt een sequel? Nee. En ik hoop dat die beter is. Oh, op die manier wil je een sequel. Ja. Ah, kijk, stop. Nee, ik ben het eens met Oron. Ik geef het ook een 3. Hij was vermakelijk. Alleen het is niks unieks en een beetje typisch Jason Statham films weer. Ja. En aan de ene kant heb ik daar totaal geen moeite mee. Veel kaalheid. Heel veel kaal. Ik heb hem net toevallig opgezocht met haar. Hij was toch vroeger ook, toch ook iets van criminaliteit of zoiets op zijn dingen staan. Weet ik niet, maar ik heb hem opgezocht met haar. Ik meende dat en ik een keer had gelezen. Op een crimineel. Nee, ik had meende dat ik een keer had gelezen dat hij vroeger wel iets van autodiefstal, car theft en zo deed. En daarom vond ik hem juist altijd ideaal voor dit soort actiescènes. Ja. Hij is gewoon echt een dief, weet je wel. Ja, precies. Ik heb gelezen dat hij juist in een racing team zat. Maar kan. Wat is dit, man? We lezen allemaal van dat. Wat heb jij Jason over hem gelezen? Hij zat op verklaar ballet. Verklaar jezelf. Ballet? Ja, hij zat op ballet. Ja. Oh, vandaar dat hij zo dingen is. Ja, zo flexibel. Juist. Of een combinatie van. Hij kan rijden, hij is kaal en crimineel. En... Hij is flexibel. Hij zit op ballet. Hij danst op dat de auto. Dat hij flexibel is, zal zwaar niks te maken hebben dat hij martial arts... Ja. Wat is zijn cijfer, man? Wat is zijn gemiddelde cijfer? Wat krijgt hij voor deze film? Nou ja, 3, 2,5. Drie. Ja. Keuze is snel gemaakt en ik heb honger. Hebben jullie ook honger? Ik niet. Nee, ik ook niet. Oké, dan niet. Maar jullie hadden geen honger? Nee. Niet? Maar wat heb jij dit weekend gedaan? Oh, niks, een beetje films kijken. Goh, jongens. Ik heb weer na een lange tijd wat warms. Nou ja, warms. 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 In ieder geval geen snoepchips drinken. Kan je ook warm eten. Verklaar je keuze voor de snack. Wat is het? Verklaar mijn keuze. Nou, heb je wel eens dat je film aan het kijken bent dat je gewoon denkt van... Ik wil... Pittig aan het uur. Ja. Dat. Bitterbal. Nee, geen bitterbal. Dat weet je net niet. Wat is ik dit? Heb chicken tenders. Oh, chicken tenders. Chicken tenders. Dat, Vertel wat over de geschiedenis van chicken tenders. Vertel er wat over, ja. Waar komen deze chicken tendies vandaan? Deze komt uit de winkel. Nee, qua geschiedenis hek die niet veel mee, maar... ik weet wel dat ze... Zijn ze vegan? Zijn ze... Nee, ze zijn totaal niet vegan. Vrije rondloop dingetjes... Kippen. Scharrelkippen. Ja, weet ik wel. Dat zijn van scharrelkipjes. Legbatterijkip. Wat was het? Je hebt scharrelkip en je hebt? Plofkip. Nee, plofkip is voor het vlees en je hebt zo'n kip die in een legbatterij zit. En dat is dan voor eieren. Scharrelkippen, dat zijn die vrije kippen. En je hebt... Nee, maar scharrel ook niet per se, toch? Scharrel is ook nog een soort van... Ze lopen wel buiten, maar wel gewoon met 1000 op een stukje.
En dan ja, maar die anderen die zitten in een kooi met 10 nee, op elkaar. Nee, maar je hebt dan ook nog eens vrije uitloop. En die lopen echt ja. vrij gewoon rond. Ja. 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 Zo'n scharrelkip die wordt in zo'n hok geplaatst. Je hebt scharrelkip en je hebt... Kutkip, ik weet niet meer. Hokkenkip. Ja. Nee joh, je kunt ja, er altijd die twee eieren ja. ja, je hebt plofkip voor nee, vlees. Plofkip is voor vlees. Oh, soepkip. Oh, jongens, echt. Bobby, je bent echt een soepkip. Ja, maar zoek hem op, ja. No. Nou, ga je even zoeken. Genieten jullie alvast van je, kip? Chicken tender. Kijk uit dat hij niet wegvliegt. Oh, daar gaat hij. We hebben hier een sausje gekregen. Het is zoetzuur. Nee, man. Hot chili. Oh. Een scharrelkip is die in het hokje zit. Ja, en je vrije uitloop. Ja, maar dat was vroeger een ander naam. Weet ik niet. Ik weet niet hoe dat vroeger heette. Nee, ik leef vandaag de dag. Vandaag de dag. Maar even serieus, man. Ik vind dit zo lekker tijdens film kijken. Ik zie het. Sorry, man. Ik zal volgende keer rekening houden met je afgetrainde lichaam. Ja. Reiswagen, volgende keer. Nee, maar je moet niet zulke risicovolle uitspraken doen. Je kan hem verwachten. Ik zeg niet van, ik eet het liefst de hele dag een zak popcorn, een zak chips. Ik zeg toch ook niet dat ik het liefst de hele dag dit eet? Ik zeg, dit eet ik het liefst altijd bij films. Dit eet ik wel lekker bij een film. Nou, dit is wel lekker, omdat... Het is wel spicy. Ja, ook, maar zonder bot, weet je wel. Mm-hmm. Kip zonder bot zat er wel chill. Ja. Maar... Ja, kan er verder mensen, niks mensen vlees zonder bot is ook wel lekker. Ja. Mm. Wat ik mensenvlees dan heet. God. Maar wat vind jij nou lekker bij de film te kijken? Society of the Snow. Wat vind jij nou lekker om bij de film te kijken? Te kijken bij de film? Gewoon de film zelf? Nee, vind te meestal eten fijn bij om te... de film. Oh, ja, te eten. Het is een man, jongen. Ik zit meestal op TikTok tijdens het kijken van de film. Nee, wat ik eet meestal... Nee, je weet wat ik eet. Ik weet meestal bijna niks. Ik pak meestal gewoon een popcorn of zo tijdens een film. Ja, als ik geen avondeten heb. Dat zijn standaard dingen die je in de bioscoop kan halen. Ik eet nooit wat bij films. Ik zit ook te denken. Ik eet ook. Nee, ja, wel drinken. Misschien wel wat drinken. Maar ja, een flesje water pak ik meestal. En soms over het boeltje als ik echt moe ben tijdens film. Maar buiten dat eet ik bijna nooit wat. Is jullie popcorn thuis? Ik ook nee, niet. Nee. Popcorn, zoals ik zeg, soms sla ik avondeten over. Omdat ik dan op zo'n klote tijd zit bij de bios moet zijn. Maar dan, om nou die broodjes uit de koelkast te pakken, die vind ik ook zo vies. Mm. Weet je wel, zo'n vieze, nat gezweten broodje met eiersalade of zoiets. Ja, klopt. Dus dan eet ik nog liever popcorn en dan pak ik zo'n kleine popcorn. Maar anders... Die broodjes in de bioscoop, die sandwiches. Ja, dit is van die driehoekbroodjes, van die tankstationbroodjes. Die zijn best lekker hoor. Ja, maar die zijn helemaal nat altijd. Dat vind ik zo vies. Ja. Zijn die staan dan sowieso 2 uur buiten of zo en zijn ze helemaal nat gezweet. Omdat ze uit de koelvak naar buiten zijn gehaald. En dan worden ze toch weer in de schap gedaan en dan koelen ze weer af. En blijven die broertjes blijven dan zo soggy. Dus ik vind ze niet lekker, maar dan eet ik, zoals ik zeg, liever een popcorn. Want M&M of Skittles is ook een beetje... Orde zwaar, ja, jongen. Ja, klopt. Ja. Nou, thuis als ik film kijk, heb ik meestal ook gewoon alleen wat te drinken bij me. Alleen als we dan echt zo'n filmmarathon hebben, ja, dan heb ik dit er wel bij zitten meestal. Ja. Een filmmarathon, dan heb ik echt, dan gaan we ook 3-4 films achter elkaar kijken thuis. Ja. Mm. Een Pirates of the Caribbean marathon of een Harry Potter marathon. Heb je dat wel eens gedaan? Nooit? Nee, ik heb ook nooit een marathon gelopen. Nee, maar, ja, gelopen. Maar jouw broertje, die kijkt ook geen films? Helemaal niet. Die woont niet thuis, ik weet niet. Oh, ja. Ja, ik weet toevallig dat jouw broer helemaal niet van films is. Ja, mijn zusje is gek op films, dus... Hij is net thuis. Hij is op de straat. Yeah. Oh, op de blok. Kom mee op de blok, broer. Real life mokromafia. Ja, en zij zegt wel eens van, oh, laten we deze films even... Ja, maar kijken. Ik doe geen filmmarathon. Nee, Als je hernia wilt, voel je geroepen, maar ik ga geen filmmarathon houden roepen. Als je wat wilt? Als je een hernia wilt. Wow, dat valt ook wel als ik 3 films van 3 of 2 uur moet kijken, want op een gegeven moment ben je toch helemaal klaar mee, joh. Ik vind het een beetje een waste of time. Soms. Ja, je kan hem gewoon net zo goed in. Ja, 1 of 2 films kan wel, maar zo'n hele marathon denk ik van... Ja, kijk, ja, maar het is echt niet dat je 's morgens vroeg gaat zitten en de 's avonds een keer opstaat of zo. Oh, dat nee, maar dan, kijk ik soms wel. Dan kijk ik gewoon 1 film in de ochtend en dan als ik een dag vrij heb of zo, dan kijk ik in de middag eentje en dan in de voorraad slapen ga ik kijken als wij dan een keer thuis zijn. We gaan niet achter elkaar bingen, dat niet. Nee. Nee, wij doen wel eens, dan pakken we 2 films achter elkaar op 1 avond en de volgende avond kijken we de volgende 2. Weet je wat ik ook... Je wilt wel 3 films achter elkaar in de bioscoop soms.
Ja, maar dat is meer van ook tijdsgebonden, toch? Ja, okay, ja, maar ja. Zo'n film, als ik thuis een film kijk, dan moet het geen straf voor mij zijn. Nee. Maar soms zijn wij gewoon van, ja, dan willen we het in een podcast bespreken. En dan, ja, iedereen heeft zijn eigen ding. En dan komt bijvoorbeeld zaterdagavond, komt ons alle drie alleen uit. Maar ik zie film kijken niet echt als straf. Nee, maar ik bedoel, van, ja, maar als ik drie films achter elkaar moet kijken, dan is het op een gegeven moment wel straf. Nee, maar ik kijk ook een film wat anders. Ik verwerk heel veel tijdens het kijken van een film. En ja, soms kan je gewoon een film ook gewoon als een leek gaan kijken. Dan is de filmervaring heel anders. Maar bijvoorbeeld als je zo'n film kijkt als Society of the Snow, dan neem je heel veel tot je op. Ja, maar dat soort films, dat kijken wij dan niet. Als wij zeggen van we gaan een filmmarathon kijken, dan is het of je kijkt Harry Potter 1 tot en met 7. Ja, maar daar zit ook heel veel boodschappen onder, Harry Potter. Of je kijkt Pirates of the Caribbean 1 tot en met, wat is het, 5? Ja. En de kort komt zelfs 6 uit, volgens mij. Maar ik denk het niet. Maar in ieder geval niet met Johnny Depp. Nee. Want Disney heeft hem laten vallen. Maar nee, maar thuisfilms kijken, sowieso. Willem Dafoe, die had toch laatst nog een uitspraak over. Hij zegt zo, de Netflix en zo, die hebben ervoor gezorgd dat mensen alleen maar domme films kijken. In de zin van, je gaat naar een bioscoop en als je daar naar een film kijkt als Society of the Snow, dan kijk je er echt gewoon aandachtig naar. Maar meestal mensen, als ze thuis zijn, willen ze gewoon een domme film kijken. Want zeg nou heel eerlijk, zo'n Society of the Snow, dat is thuis echt moeilijk verwerken. Ja. In de zin van tot je nemen wat er gebeurt. Veel emoties en zo. Bioscoop. Ja. Ik zal deze film veel beter kunnen kijken in een bioscoop. Snap je? Ja, dat is het. Bij Netflix zet je gewoon zo'n domme lachfilm op. Reggie 1 tot en met 7, bij wijze van. Ja, ja, ja. En dan ga je er gewoon naar kijken. Ja. Maar heeft hij wel gelijk. Ja. Dat is een mooi bruggetje geweest naar Willem Dafoe. Via jouw dingen. En hij heeft dus ook een ster gekregen recent. Op Hollywood Boulevard. Nice. Wel raar. Klopt. Want die man die is al 30, 40 jaar echt een topacteur. En dan komt er zo'n gast die Creed 3 heeft gemaakt. En die krijgt gelijk een ster. Michael B. Jordan. Ja. En dan zo'n Willem Dafoe die we al kennen sinds... ik althans sinds Harry Potter 1 of Spider-Man 1 Spider-Man volgens mij. Dat was die Green Goblin. Green op dat ding. Ja, Green Goblin. Die ken ik. Ja. En daarvoor maakte hij ook nog films. Maar ja, dat hij nu pas... Zo ken ik hem ook gewoon in ieder film. Hey, Green Goblin. Ja. Green Goblin. Ja. Hey, laten we doorgaan naar Priscilla. Priscilla. De volgende film is Priscilla. Boys, één woord? Priscilla. Ja, goed. Pris. Silla. Silla, ja. Silla, ja, toch? Ik zeg boring. Ja. Ja. Niks nieuws. Nee. Mag dat? Ja, niks nieuws. Dat is ja. Niet want, echt spannend, nee. De film gaat over Priscilla Presley, de vrouw, echtgenote van Elvis Presley. Ja, gewoon haar leven. Moet ik nog toelichten? Nee. In principe leggen die hele film uit al. Ja, haar leven. Nee, ze kennen elkaar van Duitsland, militaire kampen. En later trekt ze bij hem in en trouwen ze. En noem het maar op. Ja, ja. Ja, jij zei als woord Pris, waarom? Nee, ik zei boring, want weet je wat het is? Oké, misschien interessant voor degenen die dat leuk vinden. Voor de rest ook gewoon superleuk gemaakt, de film. Het is voor de dames gemaakt, heb ik het idee. Mm-hmm. Dus superleuk. Maar ja, Priscilla Presley heeft niet zo'n interessante verhaal. Ja, ik vroeg me ook al af, waarom is het gemaakt? Ja. Gewoon waarom? Waarvoor? Ik krijg langzaam ook gewoon het idee dat Priscilla Presley is natuurlijk zelf ook betrokken als producent. Dat ze gewoon zelf heeft gezegd van, hey, maak een film over mij. Ja, want deze film is gebaseerd op haar memoirs, toch? Gewoon op haar leven. Gewoon. Ja, want ze had al eerder een soort van dingen geschreven van haar leven met Elvis. Ja, en dit is een boek of zoiets. Ja, dus, precies. Ja. Haar memoirs uit 1985, zo weet ik het wat. En daar is dan, daar is hij op gefilmd. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, zoals ik zeg, het film zelf is wel gewoon leuk in elkaar gezet. Ja. Ik vond echt set dressing en noem het maar op, vond ik leuk. Ja. Maar het film zelf is niet zo boeiend. Want ze is op jonge leeftijd, ze was 14 of zoiets toen ze Elvis leerde kennen. Elvis was waarschijnlijk 23. Ja. En dan op 16e trok ze bij hem in of zo, 17 of zo. 17 toen was ze toen ze introk, toen Elvis was 27 of zoiets. 22 jaar leeftijd waren ze getrouwd. Ja, in 22 waren ze getrouwd. Toen was Elvis al, wat is het, midden 30 of zoiets. Zoiets, ja. Ja, bijzonder merkwaardig. En 27 jaar leeftijd was ze alweer gescheiden. Ja. En dat ook. Waarom heet ze nog steeds Presley met de achternaam? Weet ik ook niet. Waarschijnlijk voor de fame. Ja, misschien. Ja, dat kan. Ja, dat kan. Maar jij zei net, Priscilla Presley, ja. Die heeft zelf meegewerkt aan een film, zei je. Ja. En ik heb gelezen dat hun dochter
Lisa Mary Presley. Die is overleden. Die is overleden. Die is overleden, dat klopt. Maar zij heeft 2 maanden voordat ze was overleden een mail gestuurd naar de regisseur van de film. Mm-hmm. Naar Sofia. Sofia, ons Sofia. Ja, ja. Onze Sofia. Gast van de show. Een Brabander. Ons Sofia. Ja. Had ze een mail geschreven. En haar aan Sofia dus gevraagd om deze film niet uit te brengen. Omdat haar vader als de slechterik wordt neergezet in de film. Ja, dat had ik dus ook. Yeah. Ik wilde zeggen... Zo kwam het inderdaad wel over. Ik had laatst tijd inderdaad... Is Elvis, ook met de 2002 film met Austin Butler, is... Elvis wordt een beetje verkeerd in het daglicht gezet of zoiets. Of ja, misschien juist op de juiste manier. Maar we hebben misschien een soort van verkeerd beeld gehad al die tijd over Elvis. Ja. En dan dat we nu een soort van de realiteit zien. Want Elvis was helemaal niet goed van Sofia Coppola, als je nu zo kijkt. Hè? Ze kreeg slaappillen. Gewoon gelijk in het begin al zag ze... Niet voor Sofia, voor Priscilla. Of voor Priscilla zelf. Ja, voor Priscilla. Ja. Nee, Francis Ford die pakte. Dat was ook zo mooi. Nee. Dat ze die slaappillen kregen en gewoon 2 dagen ja, slapen. Ja, gewoon dat. Maar ook gewoon alcoholgebruik, gambling en noem het maar op. En maar ik denk dat, dat je... Hoe zou ik het zeggen? Dit is haar perceptie, hè? Dit is haar kant van het verhaal. Ja, dus je moet niet gelijk denken dat het ook zo is gebeurd. Nee. Niemand zal zichzelf in het zwart... Kijk, we kunnen, Elvis is gewoon een legende. Dat, nee, maar als het echt is gebeurd... Als het echt is gebeurd, dan is bijvoorbeeld... Elvis die gooit gewoon zwart een stoel tegen haar hoofd aan. En dan zegt hij... Oh, sorry, baby. I didn't mean like that. Ja. En dan is het alweer vergeven door haar. Ja. Maar aan de andere kant, zij zet zichzelf ook best wel naïef in het... Zeker. In de film. Zeker, want hoe vaak hebben we gezien... is het voorbij gekomen dat hij vreemd ging. Is gegaan. En dan gewoon komt hij weer thuis. Ja. Zij was eigenlijk gewoon haar... gewoon haar ding voor thuis. Maar of laat dat zien, omdat het haar verhaal is... hoe erg ze verliefd op hem was. Ja, ja, dat was het ook. Maar zij heeft ook haar complete garderobe, haarstijl en... heeft ze allemaal moeten aanpassen voor Elvis. Alleen later in de film zie je weer dat ze terug gaat naar bruin haar. En dan niet dat opgedofte kapsel wat ze heeft, weet je wel. Maar gewoon normaal stijl, krullend haar. Weer normale kleren. En niet van die extreem... wat heel veel de aandacht trekt en zo, weet je wel. Niet van dat soort dingen. Ja. En dat is ook het punt dat ze op een gegeven moment zegt van... ik ga uit elkaar. Ja. En ik denk ook dat misschien Elvis is zo slecht geworden... door die kolonel, of die manager, en die vader of zo, man. Want die vader was ook echt een klootzak. Ja, hoe ze omging met Priscilla Presley. Maar ook gewoon tegelijkertijd, die manager en die vader... zijn eigenlijk ook gewoon verantwoordelijk voor de dood van Elvis. Ja. Door die extreme werkdruk en noem het maar op. En ze zetten hem dus eigenlijk heel tijd zo neer als een super rockster. Waardoor hij misschien een vingertje in de reet krijgt gedrukt. En voelt zich het hele mannetje en denkt dat hij de hele wereld voor hem werkt. Soort van. Ja, en daarom tegen die Priscilla zegt van kom hier, ga weg. Weet je? Ja. Maar ik vond wel... ik wist dat niet. Soort van wel. Maar dat Graceland, dat was gewoon echt soort van bedrijf of zo. Ja. Weet je wel? Ja. En dan waren die 2 nichten van hem, die waren een office. Dat zag je ook in de Elvis film. Ja. Ik heb de manager vrij weinig gezien. Dat was Tom Hanks in de echte 2002 film. 22 film. De kolonel. De kolonel, onze Nederlandse kameraad. Ja. proud. Ja, nou, ik weet niet of dat proud moet zijn. Die man heeft hem helemaal kapot gemaakt. Ja. En verslaafd aan allerlei pillen en noem het maar op. Maar die was hier vrij weinig betrokken. Ja. En ik op een gegeven moment keek ook de film en dacht bij mezelf... de film die had helemaal geen body gekregen zonder Elvis. Moet je voorstellen dat Elvis zijn rol wat katten. Gewoon om puur Priscilla naar voren te schuiven. Ja. Nee, dan had je echt helemaal geen fuck gehad aan deze film. Daar had je helemaal niks aan gehad. Dan was hij nog erger. Ja. Ja, en de Elvis vond ik niet zo heel denderend, man. Als je nu gewoon pakt, 2 Elvissen hebben we dan. De Austin Butler en die Jacob Elordi of zoiets. Yeah. Hoe je het ook uitspreekt. Yeah. Dan vind ik de cheekbones en zo van Austin Butler... vind ik wel meer op Elvis lijken dan deze guy. Yeah. Deze guy vond ik ook best wel cringe eigenlijk. Ja. Heel opgezette stem. Dat ook, maar... ik heb ook een nieuwsberichtje gelezen, want hij heeft eerder in andere films gespeeld. In van die 10 romcoms films heeft hij gespeeld. Ja, heel veel. Ja, en nadat hij dus deze rol heeft gekregen, was het in een keer van... ja, maar die films die wou ik eigenlijk niet doen, er zijn onnodige films. Mm. Maar dan denk ik bij mezelf, ja, als je die films niet wil doen... Oké, je hebt The Kissing Booth 1, 2, 3 gemaakt, maar waarom ga je dan verder met de rest? Ja. Weet je, heb je die nodig gehad om een naam te creëren. Waarom ga je nou in één keer heel cringe doen over die films die jou eigenlijk groot hebben gemaakt? Een beetje als Dwayne Johnson. Die zegt, I'm gonna make movies that matter.
Nee, maar hij heeft... maar dit is ook eigenlijk weer zo'n soort film waar hij in speelt. Hij speelt in films als Euphoria of series als Euphoria en zo. Ja, echt van maar die... Dit kan je er ook mee vergelijken, toch? Teenage high school movies, ja, dit is ook wel. Zo'n film, toch? Ja. Waar die films, weet je, waar die de populaire schooljongetje speelt altijd. Ja. De voetbalkit, ja. Dat soort dingen. Ja, ik vind eigenlijk dat Priscilla moest eigenlijk gespeeld worden door Lana Del Rey. Ik weet niet of jullie haar kennen. Of zeker. Ik denk echt dat zij dat misschien beter had gedaan. Qua look. Ja, qua look wel. Maar ik weet niet hoe ze is in acteren. Ja, ze is wel heel erg creatief. Ja, in de zin van, ze heeft ook een poemboek en zo. Mm-hmm. Een poëzieboek. En ze maakt ook muziek en doet maar op. Dus ik denk misschien dat ze ook acteren wel kan. Ja. Ze heeft er wel een neusje naar. Maar... Maar ik kende deze actrice niet. Die Priscilla speelt Kaylee Spaney? Ja, ik ken haar niet. Is ook niet zo heel groot. Dus pas ze had nog iets. Maar ik ben het vergeten. Ze had nog iets. Ze had nog een andere film gespeeld. Okay. Maar voor de rest niet zo denderend veel films. Nee, zeg maar, wauw. Nee. Ja, ik denk dat we alles wel een beetje... Ik merk aan ons dat het niet echt een denderende film is geweest. Nee, ik vond het niet heel speciaal. Nee, maar er valt niet zo heel veel over te praten, man. Het is gewoon bijvoorbeeld bij Society of the Snow was echt meeslepend en noem maar op. Dus daar kan je wat meer over vertellen. Maar ik heb bij deze... Hij is leeg. Hij is leeg. Wat doet hij dan? Nee, maar deze is niet zo boeiend. En als Elvis niet eens een soort van dingen was in het film, dan was het al helemaal niks geworden. Ik denk dat hij het wel goed doet bij vrouwen. Elvis? De film. Oh, de film. De film. Film, ja. Ja, ook. Ja, ja, Elvis ook wel, hoor. Ook, maar bij ons ook. Dat hebben we ook al gezien in de film. Nee. Ja, dus, is jullie opgevallen dat er gewoon... Maar hij is gewoon nice gewoon met die make-up en noem het maar op, weet je wel. Er zit veel muziek in de film. SpongeBob muziek. Er zat veel muziek in de film, maar geen één liedje van Elvis Presley zelf. Ja, alleen dingen, man. Hoe heet dat? Dat hij die tape luistert. Ja... Aan het einde dat. Hoorde je Carlos Santana. Maar dat is de reden is dat ze geen vergunning hebben gekregen. Om, omdat die dochter dat niet wilde. Maar dat is best wel raar, toch? Want die vrouw is wel betrokken, Priscilla Presley. Maar zij is natuurlijk gescheiden. Heeft ze dan geen recht erop? Denk het. Maar ze heeft wel fucking veel geld nog steeds. Ja, maar dat heeft ze dan gewoon gekregen vanwege de scheiding. Maar wie was nou overleden? De dochter? De dochter, of Priscilla vanwege zelf? Te veel plastische chirurgie of zoiets, is de dochter overleden vorig jaar. Okay. Ja, klopt, vorig jaar. Vorig jaar januari. Priscilla Presley, jongen, dat is echt zo'n typische rijke vrouw uit Amerika, weet je wel. Heb je dat gezien? Zo moeilijk lelijk, jongen. Ja? Echt, ja, joh. Dat is helemaal volgespoten met botox of weet veel wat. Ken je dat? Weet je wel, zo'n vieze, ordinaire rode lipstick en dan van die vieze... dikke lippen. Mascara en van die dikke kwasten, gewoon zo door die ogen. Dat ze die dimpels zo erin laten zetten, ja, en van die dikke lippen. Nee, wij willen we conclusie rating? Oh ja, dingen vond ik ook geinig, man. Elvis die al zijn boeken verbrandt. Hij ging door bepaalde fases heen of zoiets. Ja. Maar ja, dat is... Dat is Elvis. Nee, dat Elvis. Heb ik ook soms. Als ik moet wel zeggen, als je heel veel... Bijvoorbeeld dat stukje daar was wel goed. Omdat heel veel van die mensen die... Ja, oké, ik lees ook wel boeken. En soms sleept het mij ook wel mee. Maar dan heb je van die mensen die bijvoorbeeld alleen maar... van die zelfontwikkelboeken lezen. Mm-hmm. Maar elk schrijver die schrijft wat anders. Op een gegeven moment weet je geen raad meer. Weet je wel, dan denk je bij jezelf van... ja, misschien is dit handig om zo te doen... maar toch is het handig om zo te doen. Dus je hele brain get gewoon helemaal fucked up. Gewoon. Ja, ja, ja. Omdat je gewoon overal op een gegeven moment rekening mee gaat houden. Van die man zegt dat dit goed is... en die andere zegt dat dat goed is... en die zegt dat het zo goed is. Ga je een planning maken... en die andere zegt weer... je moet wat meer zonder planning leven. Dus maak je een semi-planning. Ja, misschien is het dan handig om te filteren wat best voor jou is. Ja, of zo. Misschien is het dus handig om te doen wat Elvis doet. Soms gewoon echt de fik erin. Dat ook, ik vond dingen wel geweldig, man. Die scène dat ze Priscilla's laten met een kussen. En dan zijn ze met elkaar aan het horen, weet je wel. Op bed zitten ze met die kussen te slaan. En op een gegeven moment zegt hij, not so rough, weet je wel. En dan zegt hij nog een keer en dan slaat hij. Ja. En dan zegt ze ook op een gegeven moment, zo van, we were just playing. You play like a man, zegt hij. You play like a man, you get beaten like a man. Dat is de conclusie. Ja, juist. Ja, maar is conclusie en rating. De film, ja. Ik zie het als haar perceptie van hoe het is gebeurd. Ik geloof ook niet dat alle dingen echt gebeurd zijn hoe zij het ziet. Ja.
Ja, het is gewoon een film waarbij haar liefde voor Elvis gewoon heel erg duidelijk naar voren is gekomen. En dat is gewoon... En haar naïviteit, toch? Ja, en haar naïviteit. Ja, en dat is een film over gemaakt. Look at Fuel meegenomen in het dingen. Wat als cijfer geef je het? Ja, ik ga voor een 3. Ik vind 3 wel perfect. Ja. Oké, Michael? Ja, ik vond de dingen die ze gebruikten ook echt wel uit die tijd en dat soort dingen. Cola flesjes, maar ook die camera's die ze hadden. Ja, maar oké, ja. Weet je, dat was wel leuk meegenomen. Zet het trouwens ook die camera wat wij hier hebben staan. Maar gewoon, hoe bedoel je, die camera hebben ze voor de film? Ze hebben een film van 8 mm. Niet met die, ze hebben niet met die film. Maar je hebt die scène op die poolparty. Ja, tuurlijk. Maar het is gewoon, die camera, waren die camera's zo, van Tom. Ja. Dat, ik vond dat wel leuk gedaan. En voor de rest, ja, inderdaad, wat je zegt, een beetje verhaal over Priscilla... Wat eigenlijk niet zo boeiend is. Niet zo boeiend is, weet je wel. Dus ja, ik geef het ook een 3. Ja. Nou, ik vond het juist, als ik gewoon even een general cijfer moet geven. Ik zou gewoon 3,5 willen geven. Mm-hmm. Dat heeft mee te maken dat haar verhaal niet zo boeiend is. Maar voor de rest is het gewoon het look and feel. En het is gewoon echt gemaakt voor de vrouwen. Dus ja, ik vind het een beetje ook vreemd om te zeggen... Ja, het is gemaakt om de vrouwen, maar voor vrouwen. Maar ja, het is ook weer wel... Het is voor mij, het spreekt mij niet zo heel erg aan. Maar toch vind ik het super tof hoe ze het hebben gemaakt. Dus ik geef het een 3,5. Mm. Daarmee gemiddeld 3. 3,5, 3. Ja. Priscilla van Sophie Coppola krijgt van ons 3 sterren. Ja jongens, voordat we de aflevering gaan afsluiten, is het tijd voor top of flop. Ik wil van jullie horen top of flop voor de volgende titels. Ferrari. Top. Top. Ik zeg ook top. Griselda. Flop. Ja, flop. Ja. Ik zeg ook flop. Ja. The Color Purple. Purple. Top. Flop. Ik zeg... Top. Zeg maar iets. Top, top, top. Ik zeg top. Ja, laten we beginnen. Ferrari. Mirza, waarom top? Ja, Ferrari, ik heb geen idee. Ja, mooie auto toch? Nee. Dat is dat argument. Nee. Nee, maar het is ook, we hebben wel een soort van lange aanloop gehad naar die film. Want hij is er overal uit. En, klopt. Wij hebben gewacht tot dit moment. Ja. En we hebben inmiddels heel veel behind the scenes en backstories en noem het maar op gezien. Ik verwacht er veel van. Man. Ja. En ik denk ook echt dat het echt een topfilm gaat worden. Je bent fan van Adam Driver sinds Society of the Snow. Ik zie hem overal. Ja, overal. Ja. Hakan, Griselda, flop? Hoezo? Wij zeiden juist top. Nee, grappig. Wij zijn ook flop. Flop, ja. Ja, waarom flop? Het is volgens mij de zoveelste keer over... Ja. Ja, het is gewoon Narcos Mexico en deze tijd van Griselda. En volgende keer hebben we die Kingpin uit Honduras. En dan volgende keer hebben we weer een andere guy. Ja, dus ik denk dat het niet iets nieuws is, weet je wel. Je bent er een beetje klaar mee. En ik... Die vibe zal niet hetzelfde zijn, want dit speelt af in de jaren 70, 80 Miami. Okay, en Colombia, of Narcos bijvoorbeeld, dat was echt gewoon in Colombia in de woods. Dus die vibe is different. Vervolgens The Color Purple. Ik weet niet wat ik daar moet verwachten. Ja, weet je wat eerst? Kijk, heel veel films die verkonden zichzelf als een film en dan komt het als een musical eruit. Ja. Alleen deze gasten zijn duidelijk geweest. Ze zeggen, het wordt een musical. Dus je gaat ook met die... idee dat het een musical is, ga je erin. Mm-hmm. En het is een beetje geschiedenisverhaal ook. Ik denk dat het wel interessant kan zijn. Dus ik zeg top. We gaan het zien dan. We gaan het zien, we gaan het meemaken. Ja. Let's see, let's find out. We zijn wederom aan het einde gekomen van een nieuwe aflevering van The Video Corner. Heb je genoten van de aflevering? Vergeet dan niet te abonneren. We zijn te vinden op YouTube, Spotify, Apple Podcasts en Podimo. Terwijl je daar rondhangt, zet het belletje aan. Plaats een comment, plaats een review. Deel de podcast met je vrienden. Je kunt ons ook vinden op verschillende social media platformen. Waaronder andere Facebook, Instagram en TikTok. Op Facebook en op Facebook heten we @TheVideoCorner. Op Instagram heten we @TheVideoCorner. En op TikTok ook. Dat was de volgorde. Dat was hem. Ja. We hebben hem. Je hebt hem, man. Volgende week zijn we weer terug met een review van de Iron Claw. Mag ik de Iron Claw even op jou doen? Die is zeer pijnlijk. Ja. Wees er daarom bij. Wanneer wij de Iron Claw bespreken. Jongens, bedankt voor jullie aanwezigheid. Heel bedankt. Heel bedankt. En luisteraars, bedankt. Tot volgende week. Yes. Doei. Hasta la vista, baby.
Heb jij genoten van onze aflevering en wil jij graag adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl.